Aan mijn tafel een fenomeen, het mag gezegd worden, binnen Rexel. De enige echte Steven Leeten. Hoe gaat het? Zeer goed, dankjewel. En met jezelf? Zeer goed, dankjewel. Dat is al heel vriendelijk dat u mij de vraag terugstelt natuurlijk. Ik heb een aantal vragen voor u voorbereid, want het intrigeert mij wel, het onderwerp natuurlijk. En de allerbelangrijkste vraag is, waarom autoconsumptie? Autoconsumptie, dat is het gelijktijdig verbruiken van je energieproducten in huis ten opzichte van je productie van PV. Dit alles om het net te stabiliseren. Ja. Superbelangrijk, want we gaan meer en meer hernieuwbare energie nodig hebben in de toekomst. We zitten met Europese doelstellingen van 2050, dat we volledig naar een emissievrije samenleving willen. En hernieuwbare energie is er echt key in. Dus PV-panelen, hernieuwbare energie, is superbelangrijk. We zitten, komen verder van een situatie van een centraal net naar nu een gedecentraliseerd net. Ja. En dat moet volledig in evenwicht blijven. En daardoor zal autoconsumptie superbelangrijk zijn en zal de rol van de installateur nog belangrijker worden. De rol van de installateur zal een klein beetje in onze visie veranderen van een installateur die enkel maar placeert, zoals het nu vaak het geval is, ja, naar een energieadviseur. Een werkelijk iemand die dicht bij de klant staat en die supergoed advies kan verlenen over alle verschillende technieken die je kan gebruiken om je autoconsumptie te verhogen. Ja, dus pure service, niet alleen met de installatie, maar ook met gewoon eigenlijk informatie. Hè? Absoluut. Superbelangrijk. Superbelangrijk. De installateur, ja, de transitie naar energieadvies en een klein beetje, als ik dat zo mag zeggen, de concurrent zijn van de grote energieleveranciers. Ja, oké, dat horen we graag. Hè? Dat horen we graag, natuurlijk. Oké, en hoe zit dat nu met die meters? Misschien een heel naïeve vraag. Hè? Met die meters, nacht, dag enzovoort, dat gaat allemaal wegvallen, dat gaat allemaal veranderen. Hoe zit het daarmee op dat vlak? Ja, dus we zijn de omslag aan het maken naar de digitale teller. Ja. En dus dat is een uitgesproken product dat supergoed is voor de installateur. Ja. We moeten dat niet bekijken als onze vijand, maar als een meerwaarde voor de installateur om de autoconsumptie gemakkelijk te doen laten verhogen. Ja. Bij Rexel stellen we in feite 3 stappen voor om de autoconsumptie te verhogen. Want we denken dat niet zomaar plat voor de subsidies gaan en batterijen voorstellen, de goede manier is om te verkopen. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Met een batterij kan je 30% je autoconsumptie verhogen. Ja. Maar het is toch de bedoeling om op een duurzame manier met je klant bezig te zijn. Niet gewoon hit and run een batterij verkopen of hit and run een PV-installatie verkopen, maar een lange termijn visie, een lange termijn relatie met je klant ontwikkelen. Super belangrijk ook. Hè? Superbelangrijk. Ja. En dus stap 1 dat wij voorstellen binnen Rexel is meten is weten. Verder heel basic. In discussie gaan met je klant en weten wie zijn de grote verbruikers bij die klant. Is dat een warmtepomp? Is dat een laadpaal? Is dat een andere techniek? En ook voornamelijk, wat is het energieprofiel van die klant? Bijvoorbeeld een gepensioneerd koppel heeft een totaal ander energiegebruik dan een gezin waar de 2 mensen gaan werken en de 2 kinderen op de dagopas zitten. Dus die discussie aangaan met de klant, daar begint het in feite mee. Maar dan moet je natuurlijk al die informatie een klein beetje gaan objectiviseren. En dat kan je doen met een home management systeem en een energiemanagement systeem te plaatsen, waar je dan echt kan analyses op gaan trekken. Dat kan met uiteraard de HSMA Home Manager. Maar bij Rexel hebben we ook andere producten, zoals bijvoorbeeld de Smappy of van Schneider de Weiser. Dat zijn producten die de installateur op een gemakkelijke manier kan verkopen. Die zijn ook niet zo duur. Ja. En dat zal dan de eerste stap zijn om de klant een positief advies te kunnen geven over de producten die het meest verbruiken. Laadpalen, zoals ik kwam te zeggen, dat wordt waarschijnlijk in de korte toekomst de grootste verbruiker van elektriciteit thuis. Er zijn al mensen die laadpalen hebben, er zijn mensen die nog geen laadpaal hebben. Ja. Die discussie aangaan van, meneer de klant, ga je binnenkort een elektrische wagen kopen? Dat zal een totaal andere dimensie geven aan die installatie. En dan kan je misschien zeggen, het is misschien beter om nu geen batterij te kopen, maar nog even te wachten op de komst van die elektrische wagen, bijvoorbeeld. Ja. Als je die analyse gedaan hebt, dan is in feite, ja, de tweede analyse is dan, die grootverbruikers, zoals die laadpaal of die andere grote verbruikers, in tijd te sturen. Hè? In tijd te sturen. Wanneer in de tijd te sturen? Wanneer dat die productie omhoog gaat, hè, van de zonnestroom. Dus je wagen bijvoorbeeld op vol vermogen laden wanneer de zon schijnt en wat minder laden wanneer de zon niet schijnt. Dat klinkt logisch natuurlijk, maar voor de klanten is dat misschien nog altijd moeilijk om juist te bepalen enzovoort. Dus een goede installateur met een degelijke uitleg zal wel is superbelangrijk. Zijn. En daar zullen wij als Rexel de klant bij uitstek helpen, want
Wij hebben 38 agentschappen waar dat we echt specialisten hebben in elk domein. Ik kom daar straks nog op terug. Om de klant daar echt bij gaan te begeleiden. We zijn er echt van overtuigd dat nu het moment gekomen is om die switch te maken van puur installeren naar advies verlenen. En Rexel als elektrogroothandel, als nationale Belgische groothandel, gaat echt daar zijn installateur bij helpen. Oké, dat is de theorie en die klinkt ongelooflijk mooi. Maar er is natuurlijk ook de praktijk. Wat is de reële aanpak eigenlijk van Rexel op dat vlak? Wel, zoals ik kwam te zeggen, drie stappen hè, dat we voorstellen. De eerste stap is dat de installateur dat gesprek gaat aangaan, die energie-home management systemen installeert en dan analyseert wat zijn de verbruikers die we in de tijd kunnen aansturen. En dan pas kijken, is er nog injectie genoeg om dan eventueel een batterij te installeren. En op die manier bouw je echt een duurzame relatie op met je klant. Ik zeg het nogmaals, als je nu een batterij gaat installeren en je klant een batterij die als vermogen nu zit, rond vermogens van 6 tot 10 kilowatt, maar bijvoorbeeld LG Chem komt in het najaar uit, met vermogens van 10 tot 16 kilowatt. Mm-hmm. Als je dat vergelijkt met een batterij van een wagen, zit je van 80 tot 100 kilowatt. Dat zijn totaal andere vermogens. En met andere woorden, als iemand nu omwille van de subsidies een batterij zou nemen en volgend jaar een elektrische wagen gaat aanschaffen, en daar zit ook een hele revolutie in die elektrische wagens. We komen naar volgend jaar, het Vehicle to Grid 2021, stelt Europa de normen vrij van Vehicle to Grid. Nu een elektrische wagen kan enkel maar laden. Volgend jaar zullen technieken daar zijn dat je ook je wagen kan ontladen. En op die moment is je batterij, is je wagen beter gezegd, de batterij, de thuisbatterij. Ja. En als de mensen dan al een batterij hebben, ja, dan zal het rendement van die batterij niet meer zo groot zijn. En gaan ze misschien ontgoocheld zijn dat gesprek met die installateur niet is aangegaan geweest in verband met die elektrische wagen. En dan gaan ze denken, ik ben een beetje bedrogen geweest door die installateur. En dat is een beetje het verhaal dat we willen tegengaan. Een open gesprek gaan met je klant over zijn energiegebruik, het installeren van een energiemanagementsysteem, die producten die veel vermogen eisen in tijd proberen te sturen en dan pas de batterij voorstellen en echt advies verlenen. Dat is echt superbelangrijk, dat installateur. En we gaan hem natuurlijk daarbij helpen, het advies kan geven. Wij met onze specialisten, als Rexel, zijn wij niet eendimensionaal bezig met enkel maar PV, maar wij zijn elektrogroothandel. Wij hebben specialisten in onze 38 agentschappen over van alle technieken. Dat gaat van warmtepompen, ventilatie, die laadpalen, naar ook domotica, SMA, Nico. Hè. Dat is ook een nieuwe huwelijk, zal ik zo zeggen. Dus wij hebben ook specialisten rond domotica. We hebben zelfs specialisten rond huishoudtoestellen binnen Rexel. Dus wij bekijken niet de problematiek eendimensioneel, maar over heel de installatie. Ja. Dat is echt de aanpak hoe dat we het binnen Rexel willen doen voor onze klanten. Ja, domotica. Ik heb kinderen, dus ik heb wel domotica. Ik zeg, licht aan. En dan, die doen dat, hè. Nee, dat is niet waar. Die luisteren uiteraard totaal niet. Maar ja, goed. Ik heb toch nog een ander onderwerp, ja, wat dat veel mensen niet willen over praten, want het ligt supergevoelig nu. Dat is natuurlijk de zonnepanelen. Die premies, dat is niet meer duidelijk nu. Hè. Mensen zijn nu een beetje ontgoocheld, een beetje kwaad, voelen zich misschien bedrogen zelfs. Mm. Wat is nu eigenlijk de visie op dat vlak bij jullie over die premies? Wel ja, die premie is er nu. Hè. Dus die premie die is, die is naar voren gekomen om een klein beetje het verlies van rendement hè, door het principe van de terugdraaiende teller die meer van toepassing is voor de mensen die een digitale teller hebben en een PV. Dat was een plotse verrassing toch wel. Dat was een plotse verrassing en gelukkig reageert de politiek daar een klein beetje toch ook positief op door die premie naar voren te stellen. Maar wij als groothandel stellen toch wel echt voor om die premie niet zomaar op de spaarrekening te zetten van de klant, maar dat de installateur echt de klant aanmoedigt om die premie te gebruiken om verder te investeren in zijn PV-installatie, om die PV-installatie nog meer te laten renderen. Ja. Bijvoorbeeld door een eenvoudige aanschaf van die home manager. Dan komen we terug in dat verhaal van die drie stappen. Hè. Meten is weten, sturen van je grote verbruikers en dan die batterij installeren. Op die manier kan je die klant gemakkelijker in dat verhaal meebrengen. Hè. Dus die premie niet enkel te gebruiken voor gewoon zo zeggen, op de spaarboek te zetten, maar te investeren in je PV-installatie. Het rendement zal veel hoger liggen als je dat geld herinvesteert in de PV. Maar dat moet dan echt supergoed worden uitgelegd. En vandaar natuurlijk ook wat we nu aan het doen zijn vandaag. Ja. Dat is wel heel belangrijk.
Ik heb toch nog een vraag. Hè. Mm. Wat kunnen jullie nu echt effectief gaan betekenen voor de installateur die echt wel op de baan zit, die het rechtstreeks contact heeft met de klant, die misschien heel moeilijke vragen stelt, misschien gefrustreerd is ook enzovoort? Mm. Wel, het unieke van Rexel is in feite dat we... Ten eerste, we zijn een Belgisch bedrijf. Ja. Hè. We hebben 38 agentschappen over heel het land. Op 20 minuten tijd vind je overal een agentschap, een winkel van Rexel. En nogmaals, we hebben specialisten in al die domeinen. En dat is zo interessant, dat de klanten... Uiteraard, we hebben onze netstore, onze online shop. Je kan bij ons bestellen tot 7 uur 's avonds. Om 5 uur 's morgens ligt het materiaal klaar in een van onze agentschappen of kan dat geleverd worden op het gewenste uur bij de klant. En langs de andere kant hebben wij die specialisten. En we zijn toch een team van 15 specialisten, enkel over PV. En daarnaast hebben we dan nog specialisten in die laadpalen, specialisten in ventilatie, specialisten in warmtepompen, specialisten in huishoudtoestellen, specialisten in domotica. Wij gaan zeer breed en door zo breed te gaan, ja, kunnen wij nu een fantastische service geven aan al die installateurs. En wij zijn ook niet merkgebonden. Oké, wij zijn hier natuurlijk aanwezig op het event van SMA. En SMA is een superbelangrijke partner. Maar als er misschien voor sommige andere toepassingen andere merken nodig zijn, hè, zoals bijvoorbeeld Nico, die combinatie Nico-SMA, ja, of bepaalde merken van laadpalen en SMA, ja, dan kunnen we allemaal een perfect geharmoniseerd installatie van voorstellen. Ja. Ik zal eindigen met een heel flauw mopje. U zei daarnet, meten is weten. Het is eigenlijk leten is weten. Dank je wel daarvoor, beste Steven. Oh, ik heb er heel lang over nagedacht. Dank je wel, Steven, voor dit bijzonder interessant gesprek. Dank je. Dank je wel.